Dan is de politie op zoek naar een groep die zijn zinnen had gezet op een juwelierszaak in het centrum van Geldermalsen. En daarmee maakt ze opvallend genoeg ontzettend veel lawaai. Terug naar de vroege ochtend van donderdag 14 september. Een nogal luidruchtige auto parkeert om 3:50 aan de Badweg. Dat is zo'n 100 meter van de Gelderse straat af, een winkelstraat in Geldermalsen met daarin ook een juwelierszaak. In eerste instantie lijkt er maar één man op pad te gaan. Maar uiteindelijk gaan ze met z'n vieren. Ze hebben blijkbaar grootse plannen met twee big bags voor hun buit en naast sloophamers ook nog een zogenaamde doorslijper. Kijk alvast of u iets aan hen herkent. Ze gaan aan de slag. Eerst stellen ze zich op. Er is een duidelijke rolverdeling. Van de man links ziet u zo stukjes gezicht. Het lijkt of hij een zogenaamde wifi-blokker vast heeft. Dan gaan ze juwelierszaak van Leeuwen te lijf. De man gebruikt daarbij een doorslijper van het merk Milwaukee. Die maakt alleen al bij beton dit geluid. Als je zoiets op metaal gebruikt, zoals hier bij het rolluik van de juwelier, is het minstens zo hard en wordt het geluid ook nog indringend hoog. Niet handig als je wil inbreken. Sowieso is het apparaat hier niet voor bedoeld en lijkt de gebruiker er ook niet echt handig mee. Zijn drie mededaders zien de bui al hangen. Nadat hij het nog even probeert, gelooft ook hij dat het is mislukt. En zo druipen ze binnen een paar minuten weer af naar hun auto, vermoedelijk een BMW. En blazen ze Geldermalsen weer uit. We hebben het beste beeld van deze vier voor u even bij elkaar gezet. Misschien heeft u een idee door die doorslijper. Toch een apparaat van €2000 dat niet iedere klusser heeft. En detailbeelden van bijvoorbeeld hun sneakers en hun materiaal staan vanaf nu op de site. We krijgen graag tips.